Hey, zullen we samen even naar het zwembad gaan? Ja, oké, goed. We gaan. Ik ben een beetje zat van de middeleeuwse gedoe hier zo. Ja, ik ook. Eventjes gewoon een beetje relaxen. En in het varkensbadje gaan ze zwemmen. Ja. Lol. Eventjes nu naar deze tijd. Deze was gisteren gebouwd. Dit is nieuw en die is gisteren afgemaakt. Dus we gaan hem uitproberen. Wacht even. Ik ben wel eventjes kassa. Goedemorgen. Mag ik 2 kaartjes voor het zwembad? Maar je bent er alleen. Oh, mag ik dan ook mee? Oh, oké. Okay. Ja hoor. Het is gratis voor dit moment. Yay! Ah! Ik lag even. Ja, ik ook. Oké. Okay. Ik heb trouwens de kruisjes en ik ben Dan trek ik even mijn zwembroek aan. Nou, de rest van onze kleren hebben we nog aan, dus we hebben geen kluisje nodig. Eerst eventjes terug. Eerste van de glijbaan! Hey, was toch gisteren een duikplank? Hebben ze die weggehaald? Hier, ik zie het kasteel. Nu niet, ik zie een blok. Ik ga eerst! Ja, jij loopt. Ja, hoi. Ik kom er ook bij. 360. Daar zit gewoon een bal in zien. Ik doe de Minecraft slag. Au. Ik stoot mijn hoofd. Lol, mijn broek is echt super lelijk. Zie ik. Kijk, kom, laat om de parasol liggen. Dit is ook echt leergras zo. Dit is eigenlijk eerder pukken. Ja. Ik vind zwemmen toch eerder leuker. Ik ben niet zo volwassen als die andere mensen. Onder water! Doedoen. 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 Bam! Laten we nog een keer van de glijbaan afgaan. Ik ga nou achteruit. Kom je? Ik lig steeds onder water. Tralalalalalala. Wauw, ik lag helemaal. Kijk, daar gaat hij. Wow. Hij is gestopt! Ja, lekker puur. Ja, ik ga lekker zwemmen en er is geen haai hier hoor.
snel dat blok weghalen. Ik vlieg in het zwembad. Wat zich dan ook? Als je zo bij die enorme ramen gaat kijken, dan heb je enorm veel uitzicht. God, dat was toch ook de bedoeling? Jongen, wij hebben dit zwembad niet gebouwd. Dat was hun bedoeling zeker. Ja. Kom, laten we weer gaan. Ja, oké, ik ben moe. Heb jij shampoo? Ja, hier. Wacht, wacht, ik heb ook wel wat. Wat is nou die kaas? Kijk hier, met rozengeur. Oh, lekker. Maar waar is die kaas nou? Oh, daar is die kaas. Ik ga me met kaas schaven. Nee, dat is je spons toch? Nee, maar iedereen zegt dat het gewoon kaas is. Jij ook. Oh. Oeh. Oeh, lekker wassen. Spons. Het is spons. Sponsje. Nee, maar iedereen zegt dat het kaas is. Dus. What the fuck doe jij? Zo kan je je voeten lekker schrapen. Oké, kom, we gaan weer. Ja. Wil je je spons nog terug? Nee, die mag je houden. Ik lust geen kaas. Nee, serieus, ik lust geen kaas. Oh, maar wacht. Hier. Bedankt voor de shampoo. Zembroek. Ik ga mijn zwembroek hierin doen. Doe je zwembroek er ook in? Ja hoor. Deze. Deze die nou open staat. Jij hebt zwembroek, ik heb zwemshort. Nou, dat is toch ook een broek. Oké, maar hoe zullen we dit zwembad noemen? Zullen we de kijkers laten beslissen hoe dit zwembad zal gaan heten? Ja, oké. Dat mag. Dus, eventjes een buiten. Verzin een naam en wij kijken naar de leukste. Ja. Die gaan we doen? Ja. Oké. En daar zit een bordje van en zo. En, nou, dit is de buitenkant ervan. De binnenkant heb je net dan toch wel gezien. Het ziet er best wel gaaf uit eigenlijk. Ja, vooral vanaf de korpas. Het is wel best gelukt de zwembad die ooit heb gemaakt. Heb je ooit wel een zwembad gemaakt? Ja. Toen ik net Minecraft had gekocht en ik had mijn eerste skin en zo. Toen had ik ook al een zwembad gebouwd. En deze lijkt er ook eigenlijk een heel klein beetje nog op. Oké. Ook nou ja, hoe de balie is. En dat je dan gewoon vanaf de balie het zwembad kan zien. Dat heb ik wel nageaapt. Maar... Oeh, naaper. Nee, maar het was naaper van mezelf. Dat maakt niet uit. Dus, nou en nou. Abonneer op ons kanaal, zet in de reacties hoe zal dit zwembad heten. En like ook en dan zeg jij maar doei. Doei. Doei, ik ga weg.